In deze video leert u hoe u de SolarEdge energiemeter met Modbus-verbinding aansluit. Laten we eerst eens kijken wat er in het pakket zit. Voordat we de meter gaan aansluiten, zetten we alle aansluitpunten op een rij. Linksboven op de meter, de aansluiting voor de AC-netaansluiting. In het midden bovenaan, de aansluitingen voor de meetspoelen. Vlak daarnaast de RS485-schakelaar. Rechtsboven het RS485-klemmenblok. En tot slot rechtsonder aan de zijkant de Modbus-dipschakelaars. Dan kunnen we nu beginnen met de installatie. Sluit de meter aan op de DIN-railadapters en draai ze vast met de bijgeleverde schroeven. Zorg ervoor dat ze stevig vastgeschroefd zijn. Monteer vervolgens de DIN-rail in de meterkast, op een muur of houten oppervlak. Schakel de AC-hoofdschakelaar uit voordat u de meetspoelen vastklikt. Klem nu de meetspoel vast. Laat de pijlen wijzen naar de netaansluiting voor het verbruik of de meting van teruglevering dan wel netstroomgebruik. Verbind vervolgens de CT-draden met de drie 2-pins klemmenblokken op de meter. Let erop dat u de zwarte en witte CT-draden aansluit aan de hand van de stippen op het aansluitblok. Trek de RS485-connector eruit die zich op het communicatiebord bevindt. Verbind vervolgens de RS485-draden met aansluitingen A en B. Sluit de shield aan op aansluiting G. Sluit nu de kabels van de fases aan op de meter. Zorg ervoor dat ze overeenkomen met de juiste fase. Schakel nu de AC-hoofdschakelaar weer in. Dat is alles. De meter is geïnstalleerd. Wilt u de meter vervolgens configureren? Bekijk dan onze meterconfiguratievideo op ons YouTube-kanaal of op onze website.